Een tip die ik ook nog voor jullie heb is, als je een samenstelling hebt, en waarschijnlijk weten jullie dat wel, maar als je een samenstelling hebt en je zou iets weg moeten halen of moeten vervangen, dan is het altijd fijn om te weten welke relaties er allemaal zijn. Dus stel je voor, ik open eventjes deze subsamenstelling hier. En ja, ik moet hier iets mee. Of eigenlijk hier iets mee, moet ik zeggen. Of hier, nou, het maakt op zich niet uit. In ieder geval, je kunt de free move gebruiken. De free move kun je alleen niet gebruiken op componenten die grounded zijn. Maar op alle andere componenten wel. En als je de free move gebruikt, bijvoorbeeld op, nou ja, laten we, zullen we deze pakken? Dit componentje hier. Dan zien we eigenlijk waar die allemaal mee gekoppeld is. Dus je ziet dat eigenlijk schematisch, zie je dat hier gebeuren. En als ik hem loslaat, dan zien we ook ja, eigenlijk alle constraints tevoorschijn komen. En als ik op die constraints ga staan, dan lichten ook de vlakken op waar het mee te maken heeft. Dus hier zien we dat het asje oplicht. Zien we. Ik weet niet of je dat ziet, maar hier zo, daar ligt de as op als ik daar ga staan. Dus dan weet je dat dat is. Vlakken zijn vaak wat duidelijker. Hè? Als ik hierop klik. Dan zien we eigenlijk dat dat vlak en dit vlak hier oplichten. En hier vandaan kunnen we hem natuurlijk ook altijd editen. Ja? Dus ja, ik vind dat wel een handige manier om onderzoek te doen naar ja, welke constraints en welke dingen zitten er nou allemaal op. Hè, dus dat is ook wel een handige tip, denk ik.